Elke student moet in de gelegenheid worden gesteld te genieten van goed onderwijs. Het liefst in zijn of haar vertrouwde omgeving. Een reden waarom wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van het onderwijs in de verschillende districten. Met deze woorden vond vanmorgen de ingebruikname van het schoolgebouw VWO HAVO aan de Magenta Kanaalweg plaats. Dit project vloeit voor uit het public-private beleid van de regering. Het is een van de primaire taken van elke regering om te werken aan een goede infrastructuur binnen het onderwijssysteem. In lijn daarmee staat het opmaken van een plan dat de focus legt op decentralisatie van het onderwijssysteem in Suriname. Samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt gekeken naar een plan om ook de studenten financieel tegemoet te komen. Nu is het tijd om terug te geven aan het volk. En de minister van Onderwijs heeft opdracht gehad samen met NOB om voor mij te onderzoeken hoe we alle studenten, VWO, middelbaar ook, maar ook universiteit en als het kan ook MILO, een financiële toelage kunnen geven zodat de ouders minder druk gaan hebben. Minister, ik kijk naar het voorstel en wat het ons gaat kosten op maandbasis, maar wij gaan alle studenten moeten ondersteunen. Zodat geen enkel student de school moet verlaten vanwege het feit dat men het niet kan betalen. Deze oplevering is een teken van groei binnen het onderwijssysteem, voornamelijk in de districten, zegt onderwijsminister Henry Ory. De bewindsman merkte op dat deze kansbiedende gelegenheid eentje is van samenwerking en bovenal doorzetting. Onderwijs is het fundament van elk kind, daarom moet daarin worden geïnvesteerd, zegt Ory. Onderwijs is een gemeenschappelijke zaak van ieder en het blijkt weer dat particuliere zo'n familie als Ramawat Dubé in staat is samen die verantwoordelijkheid te geven. En ik ben het eens met de pandit dat we in staat moeten zijn meer van dit soort voorbeelden op andere gebieden, andere districten ook op te pakken en die gaan er komen. Met dit project wil de regering de toegankelijkheid van het onderwijs voornamelijk in het binnenland en de vergelegen districten bevorderen.